Gebruiken voor degene die uh, dit allemaal hebben aangestuurd en bedacht. We gaan het over meneer Taki zelf ook even hebben. Um, hij zit natuurlijk vast in de EBI, de extra beveiligde instelling daarin in uh, Vught. Het is natuurlijk eigenlijk krankzinnig. We weten nu dat hij dus communiceerde met een Italiaanse uh, ja. kopstuk. We weten dat hij uh, een, een gewelddadige ontsnappingspoging wilde voorbereiden. Ja. Uh, we weten dat hij ongetwijfeld ook bezig was, misschien nog wel met het voorbereiden of opdracht geven van nieuwe liquidaties. Ja. En de informatie onder andere komt vanuit, uh, vanuit de FBI. Nou, een deel, hè. Is, er is informatie door de FBI met de Nederlandse autoriteiten gedeeld... over het feit dat die mogelijk via een corrupte bewaarder een, een telefoon ja. zou hebben gebruikt. Uh, er is ook heel veel informatie gekomen natuurlijk uit het onderzoek naar de contacten tussen Youssef Taghi... de advocatenneef van Taghi en, en, en uh, Taghi zelf. Waar allerlei uiterst belastende informatie over naar voren is gekomen. Ja, dat is allemaal buitengewoon zorgwekkend. En, en uh, ik vind het ook, ja, het, het geeft weer aan dat we op dat vlak toch ook wel gewoon nog steeds enorm naïef zijn in Nederland. Uh, deze zware criminelen die zullen alle mogelijke middelen aanwenden... om hun uh, misdaad-imperium ook vanuit de gevangenis ja. voor te zetten. En dat zie je dus ook bij, bij, bij deze categorie. Maar dat moet toch voor u gekmakend zijn? Die dreiging waarom u beveiligd wordt, komt uit die hoek. Ja, en we ja. zien nu hoe deze man daar ja. aan het communiceren is. Dat is voor u ja. toch niet ja. de harde? Nou, nou ja, ik, het, het, het is iets waar ik me... en met mij en ook een aantal andere mensen grote zorgen over maak. Want wat, wat doe je nou eigenlijk? Je... Sluit een heleboel mensen op. Er zijn mooie onderzoeken verricht. Ik heb dat allemaal wel, ge wel gevolgd. Er zijn naast Tahiti nog een aantal andere kopstukken uh, gearresteerd om die hele machtsstructuur van die organisatie af te breken. Wat doe je vervolgens? Die sluit je op. En eigenlijk zeg je van nou, ons werk is gedaan, laat ze nu dan daar maar zitten. En dan worden ze misschien tot 30 jaar of levenslang veroordeeld. Maar het is toch een illusie om te veronderstellen dat deze mensen dan maar gaan zeggen: Van nou, we wachten in onze cel wel een keer tot de deur open zwaait. Nee, die, gaan, die blijven natuurlijk, of wat als een aantal van hen, zal blijven bezig zijn met misschien ontsnappingspogingen. of, of in ieder geval om die geldstroom met crimineel handelen maar in, in gang te houden. Dus. Bij het Nederlandse gevangeniswezen is op dit moment, en die stelling durf ik echt wel aan, niet geëquipeerd, niet goed voorbereid op uh, gedetineerden van deze categorie. Dat is echt heel zorgelijk. En, ik, en wat, ik, wat, wat, ik, mis, wat missen we voornamelijk? Nou, wat we missen is dat uh, er uh, eigenlijk helemaal niet wordt, goed wordt nagedacht over hoe uh, zeg maar, gevangenispopulaties met elkaar functioneren, hoe dat werkt. Uh, hoe bijvoorbeeld een levenslang gestrafte in Nederland of iemand die 30 jaar heeft, gewoon in eenzelfde cel celgang zit. Met iemand die voor vier maanden of vijf maanden vast zit en die dus er uiteindelijk weer uitkomt. En op die manier echt een hele goede lijn, ook met de buitenwereld bijvoorbeeld, kan vormen. En dan heb ik het even niet over de EBI, dan heb ik over, over gewone gevangenissen. De EBI, de extra beveiligde inrichting. Daar wordt. Als het goed is, maar we hebben gezien bij Taghi dat het ook nog behoorlijk mis kan gaan... wordt wel uh, de communicatie met de buitenwereld gemonitord in ieder geval. Maar heel veel van die levenslang gestraften en ook lang, uh, lang gestraften... die kunnen gewoon met de buitenwereld communiceren... zonder dat er eigenlijk uh, noemenswaardig cont controle op plaatsvindt. U beschrijft eigenlijk een gevangenis als recruteringscentrum voor, uh, voor ja, nieuwe soldaten? eigenlijk. Ja, een deel wel, ja, ja. Kijk, je moet één ding niet vergeten. Met name die kopstukken, die zijn... Die hebben wel bepaalde kwaliteiten. Die, die kunnen ook heel innemend zijn, die kunnen dingen gedaan voor zich krijgen. Die weten mensen te manipuleren en te bewerken. Die zijn verbaal sterk. En die, die, die zitten in, in de gevangenis, natuurlijk, met allerlei types die heel bevattelijk daarvoor zijn. Dus u pleit eigenlijk voor een soort extra type gevangenis, waar je dus deze misschien wel levenslang opgesloten uh, topcriminelen, zeg ik maar even. Apart, Apart. scheidt van de gewone gevangenispopulatie. Eigenlijk, en ik ben in Italië geweest om eens te kijken hoe ze het daar doen. Daar heb je het, ja, dan noemen ze het 41 bis uh, principe. Dat is een wetsartikel in Italië. die het mogelijk maakt om maffiacopstukken volstrekt geïsoleerd op te sluiten in de gevangenis. Dat is de grootste nachtmerrie voor iedere maffiabaas daar. om in het 41 bis regime te komen. Omdat die weet dan is het gewoon einde verhaal. Dan kan ik niet meer met de buitenwacht en... on controleren, ongecontroleerd. En wilt u misschien ook nog in die zin verder gaan. dat u zegt, misschien moeten we ze ook wel bepaalde rechten afnemen. die nu nog wel voor andere gevangenen geldt? Ja. Ja, Welke, ja. Waar denkt u dan aan? Nou ja, met name, dus die, die, ik vind dat je bepaalde privileges in de gevangenis moet verdienen. Dus als jij je goed gedraagt, dan zou je meer privileges moeten, moeten krijgen dan iemand die, die er gewoon een, een, een puin op van maakt, die zich niet aan de regels houdt, die bewaarders probeert te intimideren of te bedreigen of allerlei smokkelspullen binnenhaalt. Daar moet een differentiatie in komen. En ik vind dat je heel goed moet kijken naar een groep gedetineerden die dus, als gezegd, uh, in een bepaalde risicogroep valt. Die, die je gewoon moet uh, abstraheren, dus afscheiden van de gewone gevangenispopulatie. Dus eigenlijk zou ik ervoor pleiten om. Een